Goedemorgen. Goedemorgen. Leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe tutorial. We doen de sideflip. Wat is dat? Laat het zien. Oké. Wauw. Wil jij dat nou ook leren? Klik dan op de like button en dan gaan we verder. Ja. Drie. Heb je al geklikt of zo? Heb je nog niet geklikt? Nu klikken. Gewoon, nu. Gewoon, nu. Nu. 1 hour later. Ja, volgens mij hebben ze geklikt. Ik zag mooi, oké. Okay. Nee, toch niet. Of nee, toch niet. Jij hebt nog niet geklikt hoor. Klik. Nice, oké. Okay. We kunnen beginnen. Waar gaan we beginnen? Vandaag gaan we sideflip op de grond leren. Kan jij hem nog niet op de trampoline? Nee, ik kan het nog niet. Dan zou ik dat eerst proberen te oefenen. Ik zal tips geven voor op trampo, hoe je daarop kan beginnen. Je begint gewoon rechtop staand en je gaat gewoon over je rug rollen. En dan steeds elke keer probeer je van iets hoger op je rug te komen. Tot je uiteindelijk zeg maar vanaf 3 meter gewoon op je rug. Nee, dus dan probeer je echt op je rug en dan probeer je steeds meer echt je armen te gebruiken. Belangrijk zijn je armen, want je armen die maken die schuine rotatie. Want heel veel mensen die doen hun armen zo, daardoor maken ze een vooruitzalten. Of ze doen hun armen zo, waardoor ze juist een schuine achteruitzalten maken. Zoals ik. Ja, nou jij doet het best prima, alleen je gaat meer over je kont dan over je rug. Mijn billen zijn gewoon mooi. Ja, dus je moet echt proberen, die armen moeten echt gewoon schuin gaan en pakken. De eerste stap is natuurlijk je afzet, die is echt heel erg belangrijk. Want heel veel mensen die doen een soort van geleerde sideflip, laat ik het zo noemen. En dat is dat ze aanrennen en zo erin springen met 2 benen. Maar misschien weten mensen dat wel, dat ze dus eigenlijk niet de beste afzet. Want met split step, dus zeg maar eerst je rechtervoet neerzetten. Of als je de andere kant op gaat, eerst je linkervoet. Dan ga je dus rechts, links, rechts, heel kort en dan kan je die pop omhoog maken. Dus dat is de afzet. Je afzet is heel belangrijk. De pop die je omhoog maakt, die gaat niet naar de zijkant, maar eerst omhoog. Net zoals bij een backflip, dan ga je niet naar achteren, maar eerst omhoog. Dus de afzet, omhoog poppen. Je armen zitten dan in de lucht, dus ze wijzen zeg maar echt naar de lucht. En dan ga je die flip proberen te maken als je ongeveer hier zit. Je gooit je armen echt naar de zijkant, waardoor je zo zit. En dan ga je over je rug rollen. Dus je gaat niet zo doen. Je gaat niet zo doen, maar je doet echt schuin. Je probeert echt schuin, dat is echt heel erg belangrijk. En die hoogte, de afzet, heel veel mensen die doen dit. Ik zal het 1 keer voordoen. Of ze doen dit. Kijk, ik kan dat omdat ik zeg maar gewoon de normale split step heb geleerd. Maar dat is dus niet goed, want je krijgt er, nou ten eerste je krijgt er minder hoogte uit. En je kan het niet overal toepassen. Je kan natuurlijk ook altijd een maatje gebruiken. Hebbo, kom maar. Je mag erbij. Hello, dit is mijn maatje. Die kan je ook gebruiken. De beste plek om een sideflip te oefenen is een zandbak met zo'n hoog randje ongeveer. Want daar kan je gewoon zo op afzetten. Hup. En dan ga je het gewoon oefenen. Ja, en nu is Bo onze zandbak. Ja, Bo, ga maar liggen. Oké. Nou, nice. Ik moet bokje zijn, ja. Toch? Ja, Bo is de bok. Maar je hebt ook, hoe je het ook kan oefenen. Bijvoorbeeld in een gym kan je bijvoorbeeld met een blok en daar kan je overheen rollen. Maar als je buiten bent en je bent met vrienden, dan kan je een vriend gebruiken. Want dat is makkelijk. Die kan je ook bijvoorbeeld helpen. Dus als ik met mijn rug over hem heen rol, geeft hij bijvoorbeeld mij een zetje. Dus als jij een maatje hebt, dan zorg jij dat die goed recht zo een bokje maakt. Je kan proberen of zo hoog, maar je kan ook lager proberen. En je probeert gewoon die sideflip te maken en over je maatjes rug te rollen. Kijk, nu is die helemaal mooi zo recht. Dus dan kan je er overheen rollen. Ja. Hoofd naar beneden. Laat het 1 keer zien. Als ik flikker, dan is het niet mijn fout. Dus je doet. Zie je? Oh, nee. Je rolt er overheen. Ja. Zo maar val je niet en leer je wel de hoogte maken. Volgende stap, wat dus belangrijk is. Hier heb je een hulpje, een steun. Net zelfs als bij een backflip, dat je iemand zeg maar over. Als bij een backflip dat je iemand zeg maar over de kop helpt. Hier rol je over hem heen, waardoor je daarna doorgaat. Ja, als je overheen springt, dan flik je natuurlijk. Maar als je er overheen rolt, dan zou het als het goed is, zou je bijna altijd op je voeten moeten komen. De volgende stap is natuurlijk dat je het zelf gaat proberen. Je kan ook nog vragen of hij je maatje een zetje geeft. Dat je zo staat en dat je zo'n beetje omhoog, zodat je steeds hoger komt. Uiteindelijk probeer je misschien je maatje meer als een obstakel te zien. Dus dat je probeert overheen te komen. Dan gaat hij misschien iets lager staan en dan probeer je overheen te komen. Zo kom je ook aan die hoogte. Hoogte is heel belangrijk. Oké, dan gaan we het zonder maatje doen. Ik gebruik hem wel eerst 1 keer als obstakel. Kijk, nu kan je er overheen. Dus je probeert echt die hoogte
Eerste afzet, rechts, links, rechts. Probeert omhoog te gaan. Bear overheen. Dan trek je je armen in en pak je. Maakt niet uit of zo pakken of zo pakken. Ik laat ze allebei één keer zien. Dus je gaat er overheen. Dat was dat ik zo pakte en nu doe ik één keer zo. Dat vind ik iets minder fijn, maar dat kan je ook. De meeste beginnenden doen zo. Nog een keer. Dus, je hebt in de zandbakken gedaan, je hebt met een maatje gedaan, je hebt het over een maatje gedaan. Dan kan je denk ik wel voor het eerst beginnen gewoon op de grond. Als je dit kan, kan je een sideflip. Gefeliciteerd, je kan een sideflip. Oké, en wat moet je niet vergeten? Te liken. Klik. Te abonneren. Klik. En volg ons alle drie op Insta. Klik, klik, klik. Want we doen best veel met Insta, behalve op Team Tentum. Doei.